Een wetsvoorstel van uw partijgenoot Pia Dijkstra, waardig levenseinde, waarin geregeld wordt dat mensen die 75 jaar zijn of ouder en hun leven als voltooid zien, hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. Wij hebben hier Martin Kok in Nieuwspoort. U heeft een vraag over deze wet aan Alexander Pechtold. Wat is uw vraag? Goedenavond. Ik heb uiteraard met belangstelling naar deze wet uitgekeken. En toen ik hem las, toen had ik wat. Want in de eerste plaats, ik moet 18 jaar wachten. En ik heb geen zin meer om 18 jaar te wachten. Ik wil nu. Dat is heftig. Ik snap het. Maar het nadenken over de dood is voor ons allemaal heel moeilijk. En u doet dat kennelijk heel bewust. Ik merk dat in de samenleving en ook in de politiek mensen er toch maar het liefst voor zich uitschuiven. Dat zag je ook bij de donorwet. Veel mensen willen dat, maar zijn niet bereid om het vast te leggen. Ik vind het indrukwekkend dat u dat hier zo op tv formuleert. En ik hoop dat in de toekomst onze beschaving zo ver gaat dat als u dat bij volle bewustzijn, zonder dwang en als langdurige wens eist, dat we dat bespreekbaar maken. Maar ik merk dat nu al de stap voor mensen die ouder zijn, hoogbejaard, want wij praten nu over boven 75, dat dat al heel veel emoties losmaakt. Maar ik hoop dat we ook ooit voor u iets kunnen doen. Ik kan me niet verdiepen, want ik ken u verder niet, nee, in wat uw achtergronden zijn. Maar het lijkt me heel erg als je dit leven niet meer ziet zitten. Dan kan ik de volgende vraag stellen. Als ik de initiatiefwet lees, dan beslissen anderen over mij. Vindt u zelf niet dat eigenlijk alleen ik daarover kan beslissen? Waarom dan toch deze wet? Want ik zie daar professionele, ik hoor iets over een BIC-register. Dat zijn dus mensen die geneeskunde hebben gestudeerd. Ja. En ik heb altijd geleerd dat mensen die met geneeskunde bezig zijn, mensen genezen. Ik voel me niet ziek, ik wil niet genezen worden. Kunnen deze mensen mij, wat ze dan geloof ik, stervensbegeleider, maar ik zie ze niet als stervensbegeleider, maar als levensbegeleider, want zij gaan mij proberen om te praten van, meneer Kok, het leven is fantastisch. En dat staat nu, ben ik al heel lang voorbij. Ik heb veel gepraat. Nee, de begeleiders gaan bij u vragen of uw wens vrijwillig is. Of er niet een dwang achter zit. Dat zou bij hoogbejaarden kunnen zijn. Een erfenis waarvan men denkt, nou, kom maar op. Dat het bij volle verstand is. U komt mij over als iemand die dat zeer bewust wenst. Maar ze zullen ook met u een uiterste poging doen om te kijken of, want het is één keer, hè? Of het leven niet toch een betere alternatief. Niemand twee gesprekken. Nee, maar het is één keer dat je afscheid kan nemen. Okay, ja. En dat zullen ze heel goed moeten checken. Maar de fundamentele vraag die meneer hier neerlegt is, alleen ik moet daarover kunnen beslissen. Bent u het daar mee eens, in essentie? Ja, maar dat gebeurt nu. Nee, dat gebeurt nu natuurlijk vaak op drastische, dramatische wijze. Daar kunnen machinisten over meepraten. Dat gebeurt dagelijks. Maar deze wet vraagt ook wat van de gemeenschap. Mensen moeten u, of in onze wet 75-plussers, erin begeleiden. Dus je vraagt wat aan anderen om het mede mogelijk te maken. En ik vind dat de huidige euthanasiewet, waar Els Borst ruim de tijd voor heeft genomen, ook de arts en iedereen in zijn waarde laat. Want je vraagt aan anderen te helpen bij doding. Bij de wet die we nu gaan doen, gaan we dat voor hoogbejaarden doen. En ik hoop dat dat debat er ook toe leidt dat we dit soort moeilijke zaken, en nogmaals, ik kan me in uw achtergrond niet op dit moment verplaatsen, wel bespreekbaar maken. Maar ik vind het wel heel. Maar dat betekent dat er op dit moment, en ik heb even vanmiddag even op internet gekeken, bij het CBS is dat geloof ik, dat er in 2015 ruim 1800 mensen zelfdoding. Dus die mensen hebben een keuze moeten maken van een schoolgebouw afspringen tot voor een trein. Er zijn mensen waar het mislukt is en waar we geen cijfers van hebben. En wie weet hoe groot die groep is.
en al de derden betrokkenen, machinisten en dat soort dingen. Dat laten we dus nu gewoon bestaan. En ik vind dat echt heel jammer. Maar als ik het goed begrijp, als ik even mag ingrijpen, is dat u zegt, daar bent u duidelijk in, ik zou anders willen, maar de maatschappij, de rest van de politiek is nog niet zo ver om daar verder in te gaan. Dus dit is het hoogst haalbare. Ik wist niet dat u hier met deze vraag zou zitten. Dit is mijn persoonlijke mening, dat ik vind dat in een beschaving denken over de dood iets is wat het individu aangaat. Je hebt niet gevraagd om op de wereld gezet te worden, en als je vol verstand zegt het is genoeg. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar ik merk, willen we het draagvlak, en er is nu groot draagvlak voor de eerste stap, voor hoogbejaarden. Willen we dat draagvlak houden en willen we de discussie niet, ja, ik zou bijna zeggen dood laten slaan, maar willen we die niet ontwrichten, dan zullen we het stapsgewijs. En daarom, 2002 was de euthanasiewet van ondraaglijk lijden. Wat mij betreft kan Pia Dijkstra nu door om de Kamer en de maatschappij te overtuigen van een volgende stap, in mijn woorden, ik neem het voor mijn privémening, van onze beschaving. Hier laten we het bij. Ik wil naar de volgende kiezer, naar een volgende vraag. En dat gaat om Teunis den Hertog. U kent hem nog? Ja. Want u schreef een paar jaar geleden dit boekje, Henk, Ingrid en Alexander. U ging op zoek naar de achterban van de PVV. En u ontmoette Teunis. We zijn nu een paar jaar verder en jij wil daarop terugkomen, op die ontmoeting. Ja, we hadden het uitgebreid over de arbeidsmigratie en de oneerlijke concurrentie. En ik heb het gevoel dat er helemaal niets veranderd is. En wat gaat u daaraan doen? Ik heb meneer den Hertog nog wel eens als voorbeeld genoemd, want hij heeft mij het begrip gammatang geleerd. en dat stond voor, daarom is het geen reclame, gereedschap wat minder gecertificeerd is dan waar hij zelf mee moest werken. En dat is een van de voorbeelden waar ik vind Europa juist meer moet doen om te zorgen dat als er concurrentie is en als wij een vrije arbeidsmarkt hebben, dat dan wel de spelregels eerlijk zijn. Ja, maar er komen nog veel mensen met maar dit was 2011 dat jullie elkaar ontmoeten? Ja. 2011. En we leven nu in 2017, dus we zijn 6 jaar verder. En er is niks gebeurd. Ja. En u bent er ook nooit op teruggekomen. Maar mijn vraag is, dat betekent dus dat u eigenlijk voorstander bent van meer Europa. Tenminste, meer Europese Unie die samenwerkt. Hoezo? Als je afspraken wil maken over gelijke arbeidsomstandigheden, gelijk gereedschap als waar we het toen over hebben gehad, dan zal je moeten samenwerken. Ik kwam nadat ik met u heb gesproken iemand van de wegenwacht tegen. Ik had pech. En die moest me wegslepen zo'n wagen op. En in mijn achterbak zat niet meer dat draaiding waarmee je dan aangehaakt wordt. En toen had hij een kist met allemaal verschillende van die schroeven. En toen zei hij, kijk, hier kan Europa nou eens wat doen. Kunnen we niet met één systeem werken? En dat is eigenlijk ook wat u vraagt. Ja. Maar u zegt, het antwoord is Europa. En jij hebt eigenlijk last van de Europese regels. Dat is waar we het hier over hebben. Ja, maar dat klopt niet. Want je hebt Polen, die worden vanuit Poolse bedrijven gedetacheerd. Daar gelden andere regels dan voor ons als arbeiders in Nederland. En die komen goedkoper op onze arbeidsmarkt. Pak even heel concreet dit punt, want dit is het punt dat we natuurlijk vaker horen. Hoe gaat u zorgen dat bijvoorbeeld als ik 30 euro per uur krijg, dat de Pool ook 30 euro per uur krijgt? Nou, ik geef grif toe. Wat is uw oplossing? Mijn oplossing is om dat in Brussel te gaan regelen. Even zwart-wit. Of is het niet het beste de oplossing om de grenzen te sluiten? Nou kijk, ik dacht al dat de andere kant, dat u zou zeggen, dat is de andere kant van de oplossing. Ik vind dat onverstandig. Voor arbeidsmigratie naar uiteraard. Ja, omdat het feit is dat Nederland verdient aan Europa. Er werken ook meer Nederlanders in de Europese Unie. Maar Teunis heeft er geen profijt van. Wij werken niet onder de prijs in Europa. Dat is. Dus dat is geen goed voorbeeld. Nee, maar ook minister Asscher van Werkgelegenheid, en ik ben dat met hem eens, heeft gezegd, daar moeten we in Europa nu steviger over gaan praten. De Britten gaan nu Europa steunt uit. Steunt u hem daarin? Wat hij wil? Nee, niet precies wat hij wil. Want hij wil echt de hele markt het vrij verkeer. Want hij wil dat niet meer mogelijk is. Ja. Dat is toch de essentie van de Europese Unie? Zo'n beetje. Vrij verkeer van personen. Ik hoop dat we in een goed gesprek dichter bij elkaar zitten. Want dat vrij verkeer maakt dat onze economie goed draait. Wij zijn een exportland. Wij moeten het hebben juist ook
van... Ja, maar dat is macro-economisch, hè? Dat is wat de economie voor Nederland. Maar het gaat erom dat er natuurlijk mensen zijn die daar nou juist last van hebben. Want u komt met dat argument, er zijn meer Nederlanders die naar... Die in Europa werken. Maar dat zijn denk ik wel iets andere mensen die in het buitenland werken... dan misschien wel lager opgeleide mensen die last hebben van goedkopere arbeid uit Oost-Europa. Vrachtwagenchauffeurs, maar ook het beroep wat meneer de Hertog doet... daar zit veel meer concurrentie dan in bijvoorbeeld kennisberoepen. Absoluut. Maar als we dan even concreet, kunt u daar dan iets aan doen? Ja, we kunnen in Europa zorgen dat het hechter samenwerken... en hier eerlijkere afspraken over maken, ook echt effectief wordt. Maar ik geef u grif toe, dat duurt altijd heel lang. En terecht als u zegt, het duurt me te lang. U wilt in ieder geval meeregeren, misschien minister, misschien minister-president. Hartelijk dank voor uw vragen. Is het niet zo, hè? U heeft geluisterd, dus inderdaad al 6 jaar geleden... bent u op zoek gegaan naar die PVV-stemmer. U heeft geluisterd, die heeft goede gesprekken gevoerd. Maar moet u niet... eerlijk zeggen en tot de conclusie komen... dat u misschien Henk en Ingrid, zoals de kiezer van Wilders werd genoemd... dat u die gewoon niet zoveel te bieden heeft? Dat ben ik niet met u eens. Voor sommige dingen, en daar probeer ik ook helder te zeggen... als dingen wel lukken of niet lukken of lang duren... en soms duren mijn veranderingen ook te lang... maar de mensen die teleurgesteld zijn... die het gevoel hebben dat de overheid niet presteert... die zou ik graag in een volgend kabinet laten zien, nu de economie aantrekt. Dat we er allemaal op voor kunnen vooruitgaan. Dat lastenverlichting voor werkenden er ook nu in zit... nu we met z'n allen de crisis hebben weerstaan. U had het zojuist een paar keer in de filmpjes over D66 wil vaste contracten. De ZZP'ers, daar ben ik heel blij mee. Dat zijn mensen die hun eigen baan krijgen. Maar die flexwerkers, die payrollers, die... mensen die te lang in een uitzendwerk zitten... die na 2 jaar ontslagen worden omdat de werkgever dat niet aan wil. Daar zou ik graag dadelijk weer zekerheid in krijgen. Ja, maar dat klinkt natuurlijk allemaal fantastisch. Maar u bent officieel oppositiepartij. Maar u heeft meer dan 90% van dit kabinetsbeleid gesteund. Ook het beleid waar we het hier over hebben. De nieuwe